We zitten hier bij Villa Ockenburg met ons rug tegen de kassa aan waar al het mooie groeit. Dit pand is 350 jaar oud en je ziet bij dat soort panden wel vaak de eigen moestuintjes. Nou doen wij ons best om dat weer in ere te herstellen. Ik vind het belangrijk dat er echt mooie producten in de buurt groeien, omdat dan hoef je het ook niet vanuit de andere kant van de wereld te halen of zelfs aan de andere kant van Nederland. Nederland heeft gewoon superveel te bieden, dus dat kan ik heel erg waarderen. We hebben ook weer een groenteboer die weet hoe wij op deze manier willen koken. Dus die stuurt mij ook wel eens een berichtje van ik heb echt top spul, kom even kijken. Ja, dan gaan we langs en dan gaan we kijken en proeven en dan gaan we er wat mee maken. Ja, als je daarmee mensen kan inspireren, dan is dat gewoon heel leuk. Je kan zoveel bereidingen loslaten op één soort groente. Het aardse van de pastinaak gaat weer heel goed met het zuurkool samen. Lavas, de gele biet, daslook. Dan komen al die smaken bijeen. Ja, dat inspireert. Ik ben Jeroen van Nieuw en ik doe het anders.